Waarde landgenoten. Het is mij een waar genoegen hier vandaag op deze typisch Belgische manifestatie aanwezig te mogen zijn. Maar sta mij toe dat ik eerst mijn vrouw, de koningin, Paola, verontschuldig. Zij moest naar een taalkursus Nederlands in Spa, samen met Adamo. Waarde landgenoten, ik heb gemerkt dat er in ons land steeds vaker moeilijke woorden worden gebruikt, soms ook afgeleid van het Engels. Waarschijnlijk zal niet iedereen die allemaal begrijpen. Daarom stel ik voor dat ik voor de mensen die niet perfect tweetalig zijn, zoals ik, voor de mensen die niet zoals ik perfect tweetalig zijn, een aantal moeilijke woorden even toelicht. Lift. Ascenseur. Wilt u een lift? Voulez-vous un ascenseur? Schandalen. Soort schoenen. Coureurs duiken regelmatig op in nieuwe schandalen. Épargner. Épargner. Sparen. Un jour, le prince Laurent sera roi. Seigneur, épargnez-nous. Bévec. Zaak van spanning. Als ik mijn eet afleg, dan bévec. Polen. Uitersten. Ik heb hier moeilijk en zwaar werk dat het uiterste vergt. Ik heb hier werk voor Polen. Kwartaalcijfers. Fetisch van beursgenoteerde bedrijven. Als het gaat over de cijfers, dan spreek ik kwartaal. Chronisch. Eeuwigdurend. Hoe lang blijft de familie van Saxen-Coburg in België de baas? Eeuwigdurend. Waarom? Omdat ze de kroon is. Netwerk. Manier om aan een job te geraken. Hallo, hoe is het met u? Goed, ik heb netwerk. Gender. Gender. Woord gebruikt in man-vrouw relaties. Paola. Gender nog pintjes in de frigo. IT. IT. Every morning I wonder, I coffee or IT? Business case. Nederlander die in zaken zit. Kyoto. Congolees woord in verband met mobiliteit. Il faut rentrer. Qui conduire? Qui conduire? Kyoto. Waarde landgenoten, men heeft mij gevraagd om het kort te houden. Daarom wens ik u verder nog een aangename avond. En dat zowel namens mijzelf, onze twee koninginnen en al mijn kinderen. Allemaal.